seminar gaat vandaag over de 10 bouwstenen die wij de vorige seminar Winawang 1.0 hebben opgehaald. En vandaag hebben we met ongeveer 80 man 2 bouwstenen daarvan opgehaald en gezegd van die gaan we concretiseren. De ene is de Homecoming Summit en de andere is natuurlijk de One Window. Dus echt één loket om alle zaken te regelen. Dat gaan we vandaag concretiseren. En om eerlijk te zijn heb ik al nu prachtige dingen gehoord. Wij hebben mensen van de verschillende ministeries die hier zo zijn. En al het belangrijkste om te noemen is de volgende generatie. We hebben studenten, masterstudenten van de universiteit die hier met ons gaan meedenken om concrete plannen te maken. We hebben mensen van het bedrijfsleven, we hebben vakbondsleden, we hebben diaspora. We hebben eigenlijk een breed samenstelling van de hele samenleving bij ons. Het doel van deze seminar is dat we eigenlijk met zo'n concreet plan komen dat we binnen 3 maanden het moeten kunnen uitvoeren. Dus ik heb gevraagd naar een soort direct uitvoerbare plan. Ja, het is meer dan noodzakelijk. Deze vraag is eigenlijk 40 jaar te laat. Sinds 1975 zijn we onafhankelijk geweest. Er hebben nooit nagedacht, wat gaan wij met onze broeders en zusters die niet in Suriname wonen doen? Welk beleid gaan we maken? En daarom ben ik blij dat deze regering het heeft opgepakt. En wat de minister van Buitenlandse Zaken allemaal geregeld heeft om dit zover te krijgen. Mijn complimenten daarvoor. Maar in ieder geval, het wordt tijd dat wij de diaspora nauw betrekken. Ik heb het net ook al aangegeven in mijn inleiding op verschillende manieren, want we hebben ook verschillende diaspora. Het gaat om cultuur, sport, financiële investeerders. Het gaat om kennis, kunde. Het gaat om human capital. We weten dat onze instituten versterkt moeten worden. We weten dat we capaciteitsproblemen hebben. Waarom niet iemand die de samenleving al kent, dus de diaspora, om mee te helpen ontwikkelen? Er zijn 2 groepen vandaag inderdaad. De ene gaat het hebben over de Homecoming Summit. Ik heb het net ook weer aangegeven. De hele wereld heeft al een diaspora Homecoming Summit. Vooral in de Diaspora Week. Waar alle diaspora overal in de wereld op één moment samen in Suriname zijn. Om met elkaar te praten. Maar ook desnoods een boom planten mag voor mij. Of op de onafhankelijkheidsplein iets groots organiseren. Een loket of een lokaal schoonmaken. Het maakt niet uit wat het is. Maar dat we gezamenlijk als Winawang samen met elkaar iets achterlaten. Ik noem het giving back. Teruggeven wat we allemaal hebben. Want op vakantie komt diaspora, maar de ene is econoom, de andere is hoofdagent, de andere is inspecteur. Als we een beetje daarvan teruggeven, dan hebben we al meegeholpen aan het ontwikkelen van Suriname. En de tweede gaat natuurlijk over wat iedereen al roept. Het gaat om de PSA. Het gaat om hoe je kan zeggen, ik wil de diaspora hebben, ik wil investeerders hebben, maar wat is er geregeld? Hoe kan het, en dan geef ik een voorbeeld van mijzelf, hoe kan ik dat ik een visum moet aanvragen en ik moet 6 verschillende plaatsen gaan, 9 verschillende mensen en als ik eenmaal een visum heb, moet ik het nog in 2 uitprinten. Daar zijn de dingen die we over na moeten denken. Als we zeggen we willen beleid maken om het aantrekkelijk te maken voor investeerders en voor diaspora om mee te helpen, dan moeten we de infrastructuur ook klaar hebben. En daarover gaan de groepjes vandaag nadenken. En wat ik vandaag heb gehoord, heb ik alle vertrouwen in dat het goed komt. Het vervolgtraject is dat het geïmplementeerd gaat worden. Want ik heb ook we praten te veel. We zijn te veel met elkaar bezig om theorieën en beschouwend naar elkaar te kijken. En te kijken wie heeft het goed gedaan en wie doet het beter. Amukba, Asari. Wat we vandaag gaan doen is dat wij nu gaan komen met de change. Wij gaan komen met de oplossing. Wij gaan een panklare project neerleggen dat het gewoon geïmplementeerd kan worden. En dan heb ik het over uren, mensen, waar het gaat, hoe het moet. Moet er een instituut komen? Waar moet het onder vallen? Ik heb al leuke voorstellen gehoord, dus ik ben benieuwd wat eruit komt. De verwachtingen heel hoog dat de Surinamers en de diaspora samen gaan werken. En dat er meer vertrouwen komt. Dat er meer vertrouwen komt, zodat we daadwerkelijk dat van bijvoorbeeld het diaspora loket en Homecoming Summit, dat we samen dat doen. Dus tussen de Surinamers en de diaspora. Wij noemen het zo, diaspora loket, een single point of entry. Het liggende bedoeling dat de diaspora, wanneer ze komen en enkele documenten in orde moeten krijgen, dat ze diverse plaatsen moeten lopen. En u weet het zelf, als er
een stempel in het paspoort moet, dan moet men ergens anders betalen en ergens andere stempel gaan halen. Dat willen we in één brengen, op één locatie brengen. Ja, dus alles moet centraal gebeuren. Dat is het eigenlijk. Hun rol is natuurlijk om te brainstormen, om nu de bouwsteen die er zijn, concreet met een visie, met een duidelijke visie, een duidelijke roadmap ontwikkelen daarvoor, zodat we gericht werken. Wat willen we precies? Wanneer willen we het precies? Met wie willen we het precies? Wat, wie, hoe, wanneer? Dus al deze vragen moeten ze vandaag beantwoorden. Er komt een verslag uit. Wij gaan daarna weer met elkaar samen zitten. We gaan evalueren, kijken wat de volgende stap wordt. Natuurlijk is het, zoals ik heb aangegeven aan het begin, er komt een concreet actieplan. Nu moeten we gaan kijken, hoe gaan we het uitvoeren? Wanneer gaan we dat daarmee beginnen? Ja, dus alle stakeholders, iedereen, elke instantie die betrokken moet worden, zullen we zeker contacten hiervoor.